is een populair Surinaams gerecht en dus is het voor toeristen ook leuk om pom te leren bereiden. Volgens Katrien Judel van Suriname Tour Agent kan de toerist als onderdeel van een kennismakingstour meedoen aan de kookworkshop. Deze wordt gehouden in Guesthouse De Kleine Historie in Hartje Paramaribo. In de televisiespecial Meer dan Toerisme neemt verslaggever Sam Jones vandaag een kijkje bij het pommaken. Pom is natuurlijk een heerlijk Surinaams gerecht, van oorsprong Joods, maar vooral populair geworden vanwege de Creoolse keuken. De Japanse Irene Wongsodikromo geeft een kookworkshop. Pom maken. Voordat het zover is, moeten we eerst de ingrediënten kopen. En dat doen we met Katrien Judel van Suriname Tour Agent. Het Nederlandse gezin dat vandaag leert om pom te maken, gaat mee naar de centrale markt in Paramaribo, aan de waterkant. Het moet de grootste overdekte markt zijn van het Caribisch gebied. Maar we nemen eerst een kijkje bij de Vreedzaammarkt, vlak naast de centrale markt. Filmen is daar verboden, waarschuwt Katrien nog even van tevoren. Zeg jij ook even rekening mee houden? Als je filmt, dat je ons filmt en niet die mensen, want dan krijg je echt geheimtjes. Hier verkopen mensen uit het binnenland, Marons, Boslandkreolen en inheemse of Indianen, geneeskrachtige kruiden, natuurproducten, groenten, fruit, houtsnijwerk, oliën, potentieverhogende drankjes en ga zo maar door. En dan aan de slag, door het drukke verkeer, naar de keuken van Guesthouse De Kleine Historie. Eigenlijk was pom afkomstig van de Joden. Ik weet niet of Katrien natuurlijk verteld, hè? Nee, dit nog niet. Oké, pom was in de... ze hadden het gemaakt van aardappelen en kip. Maar toen de Joden hier kwamen, toen ze hier immigreerden, konden we geen aardappelen natuurlijk verbouwen hier in Suriname, want aardappelen groeit niet hier. Nou, op een gegeven moment werkten Afrikanen bij hun. En dan hebben ze dan die pom tot de eigen gemaakt. Natuurlijk hebben ze geprobeerd met gezagen, met allerlei soorten aardvruchten. Maar die pomtaier, die smaakte beter in dit gerecht dan die aardappelen. Maar nu doen wij Surinamers, we hebben het ons eigen gemaakt, doen we het met pomtaier. Irene gaat alles nog even langs met de toeristen. De kousenband wordt gesneden, uien schoongemaakt en gesneden. Natuurlijk de bakbananen. De pan voor de kip zet Irene op vuur. De uitjes ruiken nu al lekker in de spetterende pan. Gesneden tomaat erbij. En na een tijd mag ook de gesneden kip in de pan. En dan het bereiden van de pomtaier. Heel belangrijk. Proeven. Zure oranje erbij. Weer proeven. Weer wat zure oranje erbij. En dan mag de pom in het blik. Met de kip natuurlijk. En als het blik vol is, in de oven. 1 tot 1,5 uur. Natuurlijk wordt er ook rijst gekookt. En de bananen gebakken. De kousenband klaargemaakt. En na een dik uur is de pom al klaar. U hoorde Irene Wongsodikromo van de Kookworkshop. Deze RTV-serie wordt mede mogelijk gemaakt door Suriname Airways. Dit was een reportage van Sam Jones.